een zware, hoor. Dat is een van de zwaarste wagens die er is. Ja. Kom ik op bij de Philip Loeg? Oh, daar meneer. Kan je me voorstellen? Daar zijn wij de jongelen. Ze hebben ons die plaatsen beloofd, maar dat duurt veel te lang voordat ze de voorziening staat klaar mijn. En als je er neer gaat, dan krijg je nooit wat. Waarom gaat u hier weg? Nou, omdat het hier overbevolkt is, hè. Het is overbevolkt en dan moet het toch een keer gebeuren. Als we nog niet weggaan, dan komt er nooit wat van. Maar waarom gaat u nou per se vandaag weg? Nou, want vandaag is de mooiste dag. Het moet nou maar gebeuren. Bent u niet bang dat u gedonnen krijgt met de politie? Nou ja, dan moet we maar afwachten. Dat is af te wachten natuurlijk. Ik zie het wel. Nou, ik zie het in de stad wel. Wat er van komt. Vindt u dat een goed idee dat zij nu weggaan? Nou, dat is al veel eerder mee moeten beginnen. Als dat 2 jaar eerder gebeurt, dan hebben we al in het golfcentrum gehad. Maar ze verwachten gewoon acties, ze dagen het van alle kanten uit. Dat is het enige probleem. Waarom moeten wij nou altijd met acties beginnen om in ons recht te komen? En waarom hebben ze Geuner en een Zuid-Moluk en nog meer recht als originele Hollandse woonwagenbewoners? Daar ken ik mij niet plaatsen. Nou, iedereen moet evenveel recht hebben. Nou, dat dacht ik toch ook. Daar winnen we toch mensen voor. En dan zeggen ze ook even verbindingen met Zwolle heb. Ik ben 51 jaar, ik ben hier geboren en getogen. Ik ben echt een Zwollenaar. Dan mag je dan niet opkomen voor je leefbaarheid. De woonwagenbevolking heeft dit nooit zo gemakkelijk gehad. Hun leefwijze wijkt zo af van de gangbare dat de burgers die in huizen wonen het maar raar vinden en zich afkeren van degene die er de voorkeur aan geven hun leven te slijten in een mobiele woning. De vooroordelen zijn groot en de wil om de woonwagenbewoners te dwingen in huizen te gaan wonen is sterk. Agressie is vaak niet van de lucht. Ook het aanvaarden van woonwagenbewoners in de buurt van de eigen woonplaats levert vaak grote problemen op. Achterdocht, intolerantie en vooroordelen beheersen maar al te vaak de verhouding tot de woonwagenbewoners. In 1968 kwam er een woonwagenwet die voorzag in de aanleg van grote centra waar woonwagenbewoners moesten worden samengebracht. In isolement werd er alleen maar groter. Sinds 1977 is elke gemeente in principe verplicht ruimte te maken voor woonwagens. 1 standplaats per 1000 inwoners. Maar in de praktijk loopt ook dat niet soepel, ten koste van die woonwagenbewoners. Horen daar hem 24,39. Nee, dat zakt er niet. Hier zakt. Ja, ik heb permissie van de grote aanleggers, dus anders zeg ik het niet. Wet over de groot. Oké, voor mij mag je. Dus bel wet over de groot, maar dan nooit wel. Ja, van hem mag het, ja natuurlijk. Dat ben ook maar jongens, die worden ook maar gestuurd. Ja, natuurlijk. Ja. 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 Ja.